kweepeer blijft een mooi boompje voor in de siertuin, de fruittuin, ook in de voedselbos. De bloei die is gewoon echt uitzonderlijk mooi. En er trekt bijen aan, er trekt hommels aan. Hier af en toe zie je een vlindertje. Maar ook het uiterlijk is gewoon super mooi. Want buiten de bloemen om, de bladeren die zijn eigenlijk best lang in de zomer fris groen. Ze hebben soms iets een filterrandje. Een grijsgroen uiterlijk. Wat ook ja, een beetje rust geeft in de tuin. Maar we hebben zelf hier een voedselbos staan. En als je dat ziet, hij staat gewoon lekker tussen het gras te groeien vanaf een klein boompje. En hij groeit heel gestaag door. Nou, en je ziet hier gewoon de super mooie bloemen. Ze geuren ook zacht. En hier zo zie je eigenlijk de vruchtbeginsels voor de vruchten al. Nou, die vruchten die worden gigantisch groot. Wat eigenlijk een boompje ook een heel royaal uiterlijk geeft. En het is soms onvoorstelbaar hoe zwaar die peren kunnen worden. Nou, dan praat je echt al over 500 gram. Soms 700 gram. Nou, we hebben ze al wel eens gehoord dat mensen ze van een kilo hadden. En dit is het ras Leskovaska. En Leskovaska is gewoon een goed zelfbestuivend ras. En eigenlijk zijn ze verder weinig eisend, niet veel eisend. Maar waar je wel rekening mee moet houden is dat ze niet met de voeten in het water staan. En hier groeit op de droge zandgrond. Maar eigenlijk groeien ze op alle gronden normaal gesproken. Ook op de kleigrond, mits er voldoende compost gebruikt wordt. Kortom, toch wel een boompje die uitgesproken mooi bloeit. En dat eigenlijk ook nadat veel andere fruitbomen al lang uitgebloeid zijn.